Oké, zijn we aangekomen bij het hoofdgerecht. Voor het hoofdgerecht hebben we een mooi stukje ossaas. Daarbij hebben we een gratin gemaakt van aardappel. We hebben alvast wat voorgegaarde, voorgebakken witlof. De ossaas die leveren we eigenlijk op deze manier aan. Die is al gemarineerd, licht gepekeld. En eromheen zit een olie op basis van gepofte knoflook. Dus die smaak trekt alvast mooi erin. We hebben per persoon een bakje met wat bieslookolie. We hebben een klein bakje met boter. Dus straks als we die ossaas gaan bakken, op het laatste moment doen we de boter erbij. Dat geeft een hele mooie coating aan de buitenkant. We hebben een zakje met jus. En we hebben wat krokantjes voor als de ossaas gebakken is om hem de mooie boven te doen. Nou, wat ik in het begin al had uitgelegd, we hebben de oven op 180 graden. Dus die hebben we straks nodig om de groenten in op te warmen. Ik heb hier een pan met warm water. Nou, eigenlijk als het water aan de kook is geweest, zoals nu, haal ik hem ervan af. En dan kan ik de saus daar mooi in opwarmen. Dus dat doe ik meteen. Die kan gewoon naast het vuur staan. Puur de hitte moet erin en dan kan je straks in één keer door. Ik heb een plateautje nodig. We hebben twee aluminium bakjes. Dus de ene is met witlof, de andere is met aardappel. Die doe ik in de oven, 180 graden. Ik heb de dekseltjes eraf gehaald. Omdat als de hitte van boven komt, het dekseltje gaat verbranden. En dat is wat we niet willen hebben. Dus ik heb de dekseltjes eraf gehaald, 180 graden, 8 minuutjes in de oven. En in de tussentijd gaan we straks de ossaas bakken. De jus is op temperatuur aan het komen. Het enige wat je niet moet vergeten is in de laatste minuut even de borden erbij te zetten in de oven. Want dan heb je echt mooie warme borden en dat is natuurlijk wat we willen hebben. Nou, ik zet dit alvast in de oven. Zo. In de tussentijd zet ik een koekenpan op. Als die pan aan het opwarmen is, kan je de ossaas uit de zakjes halen. En dat is wat ik al zei. Ze zijn gemarineerd in olie met gepofte knoflook. Dus dat is ook wat je ruikt. En de smaak die trekt er zo mooi in. Zo. Voel goed met de palm van je hand, net boven de pan. Als je voelt dat die warm wordt, dan weet je dat je kan beginnen met bakken. Dit is eigenlijk wat je altijd wil hebben, want dan krijg je die mooie maillard effect. De karamelisatie van de eiwitten eigenlijk in het vlees. Dat geeft eigenlijk het meeste smaak aan het vlees. Vergeet niet dat we straks de boter erbij doen, op het moment dat die om en om bruin gebakken is. Waar letten we nu op? Eigenlijk dat hij aan beide kanten
mooi goudbruin is, genoeg hitte heeft gehad, dan kan eigenlijk het vuur iets lager. En dan doen we de roomboter erbij. En waarom doen we hem wat lager? Anders gaan die bestanddelen in de boter, die gaan meteen verbranden. En dat is wat we niet willen hebben. Schep de boter een beetje over het vlees heen. Wat belangrijk is, op dit moment gaan we het vlees uit de pan halen. Als je het vlees in de pan laat zitten, trekt de hitte van de pan eigenlijk door in het vlees. En dan is straks je ossaas helemaal gaar en dat is natuurlijk niet wat we willen. Nou, de ossaas hebben we aangebakken. Het braadzuur kunnen we bewaren. Daar kunnen we straks als het afgekoeld is nog heel even één keer doorheen halen. De saus zit in de pan. Die kunnen we straks eigenlijk eruit halen. Ik doe de borden eventjes in de oven. Zo. In de tussentijd zet ik alles klaar, dat we straks in één keer door kunnen gaan. Hou rekening, alles is super warm. Zodat je echt voorzichtig bent. Dan beginnen we met de aardappel. Die liggen we aan de rechterkant van het bord. Eén mooi stukje per persoon. Dan daarnaast leggen we de witlof. Je ziet dat als je de ossaas een beetje laat rusten, dat er nog wat vocht uitloopt. Dat hou je altijd. En dan halen we hem eventjes door de boter heen. Leg hem naast de witlof. Dan hebben we in de pan met kokend water hebben we de zuur gedaan. Knip ik een heel klein puntje open. Dan kun je hem mooi verdelen over het bord. Ik giet hem over de witlof heen. Zo.
Dan hebben we per persoon een bakje met bieslookolie. Die kan overal overheen. En als laatste hebben we de krummel. We hebben een krummel gemaakt van gedroogde uien. Met wat nootjes. En wat gepofte wasabi. Om het gerechtje mooi af te maken. Nou, een feestelijk hoofdgerecht. Mooi stukje ossaas met wat gebakken witlof. Een aardappeltaartje gemaakt. Jus op basis van rendang. En olie van bieslook. Eet smakelijk.